Hallo. Hey. De wereldkampioen doet open, het huis is versierd, buiten en binnen. En natuurlijk is er bezoek van familie vooral. Gefeliciteerd. Dank je wel. Dank je wel. We zijn al gisteravond thuis gekomen. Het is allemaal nog een beetje onwerkelijk. En het moet toch allemaal een beetje inzinken, zullen we zeggen. Dus tot nu toe... we kijken elkaar af en toe een keer aan en denken van... we hebben nou weer gedaan. Wat een finale. Goud en zilver op het WK. Dat Laura Smulders wereldkampioen kon worden, lag binnen de verwachtingen. Dat Merel tweede kon worden, niet direct. Toen ik begin dit jaar was gevallen, ik viel niet eens hard. Ik heb me gewoon echt verkeerd opgevangen. En toen had ik daardoor dus mijn elleboog gebroken. En als ik dan gewoon zorg dat ik zulke kleine blessures... of ja, kleine blessures... gewoon de blessures eruit kan houden... dan zie ik een goede groei voor mezelf. Hallo. Twee zussen die de beste zijn van de wereld. Op bezoek bij oma. Jongen. De grote meiden, waar van ons allemaal. Prachtig, hoor. Oh, ik vond het mooi. Het volgende grote doel van Laura en Merel Smulders, het EK in augustus in Glasgow. En iets verder weg, natuurlijk, de Spelen van Tokio. Hartstikke leuk, hoor. Met Merel naast me als trainingspartner, die gaat me zeker heel hard opjutten de komende 2 jaar. Dus ik denk dat we elkaar, we gaan elkaar gewoon sterker maken. En ik denk dat we als we richting Tokio zo doorgaan, dat we wellicht allebei daar weer op het podium kunnen staan.